Hele goede middag, lieve vrienden. We zijn weer op een maandag aangeland. En het is vandaag 12 april. Nee, niet waar, 30 april. Hè? Het is 12:45. Ja, hoe dom kun je wezen? Ik haal het door elkaar. Maar ja, maakt niet uit. Ik corrigeer het weer. Dus ja, het is 12:25. Het is 30 april. Ik geloof dat Wilhelmientje jaar was geweest, of Juliana, weet ik veel. Ik hou het niet allemaal meer bij, nee. Ik ben wel een koningenhuis freak, dat wel. Maar ze zit niet meer op de troon, dus komt goed. Zo. Die loopt ook weer. Het is koud, ja. Het is helemaal niet warm. Maar het maakt niet uit. Straks komt Astrid weer. En vanochtend vroeg kreeg ik weer een zuuraanval waar ik wakker van werd. Ik neem me wel een bakje koffie even om wakker te worden, want ik heb dus maar uitgeslapen. Want ik was zo vroeg wakker en zo beroerd en zo pijn en zo lang. Ik denk, bekijk het allemaal maar. Ja, maar dat komt goed. En ik ga een bakje koffie maken even. Een broodje maken ook. Lekker even eten. En dan hoop ik dat mijn maag het goed blijft doen. En anders moet ik aan de thee. Ja, maar dat komt goed. Oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag, ondanks het slechte weer. Het is echt bagger, maar de diertjes zijn ook allemaal binnen, die daar zit. Nou ja, die is altijd binnen. En er zit er daar een onder de stoel. De rode rakken. En meneertje daar. Dus alles is binnen. Dus daar ben ik wel blij mee even, ja. Wat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van alles wat jullie doen gaan vandaag. En ik zou zeggen, ook veel kijkplezier bij mijn vlog. Ja, tot later. Ja, en tante Chris is aan het kroelen met hondje. Ja. Oh, god, ja. God. Lekker liggend op de bank, lang uit. Ja, moet kunnen. Hé, moet kunnen. Toch? En wat ligt er? Nee. Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Het is even zien. 7:30. Ja, mijn hondje ligt daar. Die wou niet zijn oortjes laten doen door Chrissy. Hij heeft zich aan het verzetten geweest tot en met. Ja, heel erg zielig. Daar ligt mijn prinsesje, waar de anderen zijn, I don't know. Ik geloof dat er hier gewoon eentje ligt. Ja, daar ligt ze. Hopie dopie. En waar die rode is, Joost mag het weten. Ja, ik weet het niet. Ik moet nog eten. Ja, ik ga eerst even zitten voordat ik jullie omdraai. Ik moet nog eten, ik weet het, maar zoveel te doen vandaag. Zo, dat ik kan daar niks aan doen, maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een genoeglijke avond. En ik zou zeggen tot strakjes. En ik moet ook deze vlog weer zien in elkaar te zetten. Maar ik ga nou eerst mijn hondje eten geven en mezelf eten geven. Ik eet hetzelfde ongeveer plus minus dan gisteren. En ik doe er nou een rookworst doorheen door de dopertjes. Maar dat komt allemaal goed. En ik zie wel waar ik aan toe kan komen. Ja, want ik heb druk nog. Maar ja, komt goed. Het was vanmiddag in ieder geval gezellig, want Astrid was er weer. Chrissy was er. Morgenmiddag gaan we met hondje eventjes weg naar iemand toe. Die veel verstand ergens van heeft, weet ik veel, ik weet het niet. Maar Chrissy neemt me mee, die kent diegene heel goed.
Dus dan gaan we even naartoe en dan zullen we het beleven wat daaruit rolt met zijn oortjes, ja. Maar ja, hij wou het gewoon niet hebben. Hij heeft zich heel heftig aan het verzetten geweest. Zo zielig, zo zielig. Maar ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van elkaar en van de avond. Doei, doei. Meeuw, meeuw, meeuw. Is het een meeuw, meeuw, meeuw? Hé, hey. Is het meeuw, meeuw, meeuw? Hé? Hey? Even, oh, likken. Ja, zout, hè. Ja. Hopie. Hé? Hey? Ja. En nou is het licht weer aan. Ja. Kijk weer niet om het doekje kukkelen worden. Nee. En ik had jullie nou opnemen. Wat dikkie. En mijn hondje ligt nou daar, in plaats van op de bank, hè? Ja. Hij heeft zo'n pijn, hè? Morgen voor weggeschaard, ja. Gaat je nou wel wat druppels erin kunnen doen, maar meer ook niet. Ja, en met één wattenstokje even er wat weggehaald. Waar is mijn andere oh, kijk nou. Die ligt daar lekker. Ja, die ligt lekker daar. Hé, meisje. Ja. Hé. Hallo. Hallo. Wijfie. Ik denk allemaal bij mezelf. Je bekijkt dat maar, vrouwtje. Maar laat me met rust. Hé? Ja. Laat me met rust. Wat even dikkie. Hé? Ja, en er komt nooit weer op komst. Ja, is er ook op komst. We krijgen storm en regen vannacht, wordt er verteld. Dat het is allemaal afwachtig. Liggies, twee liggies. Van mijn prinsesje. Wow. Ja, is het miauw? Oh, is het zo? Hé? Is het zo? Oh. Hé, wat vervelend nou. Ja, hè? Wat een diggie. Een miauw, miauw? Oh, werkelijk waar? Nou dan. Hé, oh ja. Oh ja. Oh, wat lekker. Lekker zout, hè, schat? Ja. Och, wat zit dan, hè? Benen we zo lief? Benen we zo lief? Ja, miauw, miauw? Ja, is het miauw, miauw? Oh. Nou, ik weet het niet, hoor. Nee. Hé? Wat een dikkie allemaal. Ja, en ik heb koffie staan, dus ik ga lekker aan de koffie. Ik was bezig om deze vlog in elkaar te zetten, maar ik dacht dat ik meer gevlogd had dan ik had. Hek nummer 3. Denk jong, nou ja, het wordt een korte voor vandaag. Een hele korte. Dus ja, hè, wat jou? Een hele korte, zeg maar. Ja? Is het zo? En ze heeft heel wat te vertellen, hè? Oh, mevrouw, mevrouw? Ja. Ons meisje heeft heel wat te vertellen, ons prinsesje. Nee, want ons meisje ligt daar. Ja, maar deze heeft heel wat te vertellen. Hé, ja. Nou, oké, lieve vrienden, ik maak er gelijk een einde eraan. En lekker gericht nou eens een keer op haar. En dan zeg ik van, ja, een hele, hele fijne avond voor later welterusten. Lekker slapen en gezond weer op. En ik hoop dat het morgen beter weer zal zijn dan vandaag. Want vandaag was het maar knudden met een rietje, zoals ik dat dan noem. Ik ben er niet eens niet uit geweest. Ja, de tuin. Verder dan de tuin ben ik niet geweest. Dus ja, ik zal straks... Oh nee, de schutting is op slot. Dat heb Astrid voor me gedaan, dus dat hoeft ook niet meer. Nou, kijk eens aan, hoef ik niet meer naar buiten voor vandaag. Helemaal niet meer. Nee, de rit komt morgen wel weer. Ja hoor.
Dus ja, lieve vrienden, welterusten en tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Moet jij ook nog doei zeggen? Ja, ik denk ook van bekijken het allemaal maar. Doei.